Hey, hallo iedereen. Een hele goede dag. Van harte welkom op mijn YouTube-kanaal. En welkom bij alweer aflevering 35 van The Last of Us Part 2. Een gigantische actie en hectiek van voorgaande afleveringen heeft plaatsgemaakt voor complete rust tussen Ellie, Dina en JJ op een landhuis. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit vervolgt, zeg maar, tot echt het officiële einde van het spel. Daar gaan we achterkomen in deze 35ste episode. Als je er zin in hebt, laat sowieso die like achter. Dat helpt mijn YouTube-kanaal, de serie en de video. Vergeet het niet te abonneren mocht je nieuw zijn. En zou je mij extra willen supporten, dat kan met een Denaden kanaallidmaatschap. Meer info vind je in de videobeschrijving. Jongens, laten we teruggaan naar Dina. En let's go. I'm gonna go hang up the laundry. Oh, my back. You got that? Yeah, I got it. Vet gezellig, eigen tuintje, eigen gewassen, vogelverschrikkertje erbij. Does he need his jacket? No, he's fine. More? You can tell me to stop. Should I stop? Okay, enough. Seriously? Oh. You want to pet him? Here. All right. Baby and baby. Oh, gentle, gentle, gentle. Just like that. There you go. Yeah. Hey. Hey. I'll take him. Can you get the sheep into the barn? Oh, I got him. I can do it. Yeah? Yeah. Won't you rest it up? Okay. Here. Come on. Put you in there. Don't stay out too long. We still need the bath. Shh. I'm like the herding master. Het is hier wel heel mooi, moet ik zeggen. Listen up, sheep. Your dinner awaits you in the barn. So, come on. Die kleine die hangt ook. Snowy. Barn time. Kijk hem hangen. Zo tevreden, die vindt alles best. Even kijken, moeten we een of andere spullen gebruiken of zo hier? Nee. Nee, we moeten ze er gewoon inlokken door achter ze te gaan lopen, denk ik. Hup. Daisy, head on in. Hoppa, jij gaat daarheen. Wow, that's a lot of sheep. Hup, daarheen. Hup, hup, daarheen. One, two. Better stop, cause I'm getting daarheen. Eugene. Hey, hey, inside, inside. Todd. Ah, oh, die kleine, die is zo schattig. We definitely have way too many sheep. Zonnetje gaat ook steeds meer onder, zie je dat? Tasty snack. Stel het je eigen wijze schapen. Ga naar binnen, hup. I got one for you. What's the quietest animal on a farm? A sheep. When you're older, you're gonna have a deep appreciation for these jokes. Okay, one more. What do you get when you cross an angry sheep and a mad cow? An animal that's in a bad mood. Yeah, Mama likes that one too. Nice job, JJ. We did it. Dit waren ze allemaal, toch? En een beetje gekkie aan het worden. Nee, we hebben ze allemaal.
Er stond toch echt een streep door het driehoekje heen. Even kijken of ik het al dicht kan doen. Nou kan ik het wel opeens dicht doen. Oké, guys. We'll see you tomorrow. Hey. How'd you get out? Come on, little dude. Puur trauma. Oh shit, ik heb nu echt dik kippenvel. Dit is puur trauma. PTSS heb ze. Ellie? Hey, Ellie. Look at me. It's okay. You're home. You're home. Breathe, breathe. Okay. I'm gonna take him, okay? I'm sorry. I don't know what. I was just bringing him. It's okay. Good. Haven't had any excitement in a while. Ik denk dat ik het goed heb ingeschat, hè? En dan doel ik op vorige aflevering nog afsluiten en deze gebruiken om echt de epiloog of iets dergelijks te spelen. Want er gebeurt nog wel het een en ander. En wat er allemaal precies gaat gebeuren, geen flauw idee, maar dat zien we vanzelf in deze episode. De haar... Eerlijk, ik vind het wel een stuk minder zo. Ze lijkt een beetje op die chick van... hoe heet dat ook weer? Ik kan er niet opkomen. Heel goed verhaal dit, Denna. Tjonge, jongen. Maar goed, ik vind haar minder zo. Dat knotje, dat zeg maar die halve knot, vond ik er een stuk beter staan. Maar goed, moet ze lekker zelf weten. Ze is thuis, heb de haar los, boeien, whatever. Hey, where you been? Hunting. It took a little longer than I thought. Who's here? Just come inside. Ow. Ow. Well, that's quite a grip you got there. Hij is niet dood. There you are. Here, let me take him. Come Hij is niet dood. Yes. Here. Oh, I got it. Hey. Hey. It's good to see you. You too.
He's getting heavy. No, he's just a big ball of muscle. Town's good. Maria good? Oh, she's fine. We're taking some time apart. Sorry. Nah. We talked about it a lot, and yeah, it's what we both want, so. Okay. Oh. Come sit. I got something to show you. So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Described her as built like an ox, traveling with a kid with scars across his face. He said they're living along this coast in a beach sailboat right here. That's gotta be her. We're done with that, so. Well, I can't go. I know. All right. Reckon it's easy. Forget about her. You sitting all comfy way out here? Hey. I'll make her pay. Tommy. That's what you said when we got back to Jackson. Tommy. What a joke. Can you take him, please? Yeah. Here. I got you. Hey. What the fuck was that? God damn it, Tommy, you know what we've been through. I'll say it. She made me a promise. I don't fucking care. I know you don't, dear. That's your goddamn problem. Listen to me. Oh, you're not all fucking ears. You know I'm coming out of your Nee joh, gaat ze het doen? Ik snap er even helemaal niks meer van wat er allemaal gebeurt. Maar ik wacht af.
zijn we aan het doen? About my patrols. Don't go here, don't go there. It's funny how involved he gets whenever you're scheduled to go out. Yeah. She's, putting on quite the show. I give you guys 2 weeks until you're back together. Not gonna happen. She, say something to you? Make it 1 week. Ellie! Hey! What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Dina? Jesse? Come on. Hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. Yes, sir. You're such a dick. Come on. Don't you start with me. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage? Oh, okay. Oh, how about that? Gross. You love it. Every guy in this room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. Or not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl. Not a threat. Family event.
Sorry. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting such a great example. Oh, just what this town needs. Another loudmouth dyke. The fuck did you just say? Ellie, hey. Ellie, don't. Get the hell out of here. Get your hands off me. Hey! Enough. Go on, you. Let's go for a walk. What about them? You worry about yourself. Let's get you some fresh air. You all right, kiddo? What is wrong with you? He had no right. And you do? I don't need your fucking help, Joel. Right. Hey. Hey. Man, it's been a while since he slept this long, huh? He had a day. Yeah. He's fine. Go back to bed. We'll talk about it in the morning, okay? I have to finish it. You don't owe Tommy anything. I don't sleep. I don't eat. I'm not like you, Dina. What? You think this is easy? For you and for him, I deal with it. I love you. Prove it. Stay. I can't. So what? I'm just supposed to sit here and wait for you? For God knows how long, just thinking you're fucking dead the entire time? I don't plan on dying. Yeah, well, neither did Jesse. Or Joel. Hey, stop. Hey. Hey. Come on. We've got a family. She doesn't get to be more important than that. No. I'm not gonna do this again. That's up to you. A week ago. I can't believe you traded a pistol for this. It's elite. No way that guy saw fireflies over here. Stop. I feel good about this. Well, I don't. Come on. Wow, deze had ik niet zien aankomen. Opnieuw de switch naar Abby. 24, 10...
It's not gonna be on that side. Die dus in Californië voor het allereerst in zo'n zonnige setting in een The Last of Us game. Dit lijkt bijna op Uncharted. Californië. Zomer. Ja. The Last of Us. Wauw. En zij is dus op zoek naar de laatste leads voor Fireflies, mogelijke Fireflies. En Ellie komt hier naartoe om een appeltje met haar te schillen, omdat ze gewoon het gevoel achtervolgt haar. Ze kan niet rusten zonder... Ja. What do you think they're up to? I don't know. The goal was always to restore society. I mean, there's all sorts of ways to go about it. Ik had dit zo niet verwacht, hey, holy shit. Ik had deze niet zien aankomen, man. Ik ga even langs sommige gebouwen om die muntjes te verzamelen, weet je wel. Kijken of dat nog gedaan moet worden. Seems like a strange place to find a resistance group. We had all sorts of outposts. Big and small. Best way to hide from the army. Nogmaals, het is zo vreemd. It's too close to be 2425. Om een Uncharted setting te voelen in een The Last of Us game. Maar ja, dat moet ook wel, want we zijn helemaal in Californië. Let's wear graffiti. Does that mean fireflies? No. Nothing I recognize at least. Het zou de zoveelste volgende fucking verzetsgroep zijn die is opgestaan. Of misschien secte, omdat er zoveel verschillende groepen zijn. Amerika is natuurlijk ook gigantisch. De wereld is gigantisch. Daarom ben ik zo benieuwd wat die gasten gaan doen. Naughty Dog, wat ze van plan zijn met een mogelijk derde deel op de PlayStation 5. Maar er is hier sowieso een groep, want ik zie allerlei verschillende soorten gravity. I hope not. I'm sweating already. You're such a goober. What? Nothing. Hey, something's out there. Oh, wat gaaf dit eigenlijk, man. Onwijs gruwelijke stijl dit, zeg. Maybe. Opeens ook, besef ik me. Kijk, ik kan ammo maken voor dat ding. Maar de jachtpistool heb ik niet eens in mijn inventory. Ik heb een revolver in mijn inventory. Wat? Abby met een revolver heeft de hele game nog niet gekund. Guard up. Let's go back to finding that house. 2425. Attaboy. Ik vind hem wel fucking schattig, man. Maar dan komt nu dus freaking Ellie naar ze toe. De Rattlers zijn er. Ik ga verdomme niemand slaaf zijn.
Andrew, Logan, Ori. Papa komt naar jullie toe. De Rattlers is een nieuwe cult, verzetsgroep, iets. Hé, hey, er zit een glitch aan mijn been, zie je dat? Eerste echt vage glitch die ik zie. Het zit aan mijn been vast. Wat gebeurt er als ik dit doe? Nu is het weg. Nu is het weg, dat was apart. Okay, the Rattlers. What if we don't find them here? Assuming all the leads dry up, what would you like to do? I don't know. Leave this place? 2422. Really close now. Zullen we hier vast heen kunnen? I don't see any numbers. Yeah. This has to be it. Right? Sure. Abby, I think we already found it. Ik wil gewoon even verder kijken, Lef. Met je kop. Heel ziek dit stijltje. Dit wil ik vaker zien, man, in The Last of Us game. Die zonnige zomerse vibe terwijl de wereld kapot en verscheurd is. Holy shit, man. Ik hoop zo dat er een ziek deel 3 gaat komen. Let's see. Op PS5. Waar gekke andere kanten van Amerika worden belicht. En misschien zelfs Europa, andere delen van de wereld, dat soort dingen. Oké, op het eerste oog een nada. Het is wel echt een chill huis. This place looks abandoned. Like all the other houses. Keep searching. We blijven spullen op kunnen pakken. Wat me dan doet denken aan... Dit is sowieso nog niet het einde van het spel. Tjongejonge. Zolang je materialen op kan pakken, ja, dan zou je er ook nog wel dingen mee kunnen of moeten maken, lijkt mij toch? We painted the indoors to look like the outdoors, but plants don't look like that. It's more like a child's dream version of the outdoors. In the old world, it'd be common for them to decorate kids' rooms like this. My dad painted a colorful jungle for me. I bet she would have. Hmm. 2425 Constance. This is the place. Okay, but there's nothing here. We don't know that yet. Dat ik binnenkwam, hoorde ik wel gerommel. Kunnen we deze trouwens nog omdraaien of zo? Nee, alleen lezen. Als ik naar binnen stapte, hoorde ik gerommel of zo. Maar het lijkt me niet dat hier iemand geweest is. In ieder geval niet de lead die wij zoeken. Maybe there's another way in.
you being positive? I'm trying to be helpful. You're always helpful. Hey, wat is hier? Je weet het niet, misschien ligt er nog een munt ergens, maar het lijkt me niet. What about? Everything's empty. Yeah, that's the vibe I'm getting. It's a vibe. Remember the last time we were in a pool? Oh, you mean when we were plummeting to our doom? Yeah, I have a small recollection of it. If it makes you feel better, I also thought we were gonna die. Nope. Nada. Is it really nothing? It can't be. Ik denk toch wel dat ik hier alles heb opgepakt, alles gedaan, alle mogelijkheden verkend, right? Dit is echt het laatste ding. Een revolver ammo. Nee. Lev, I think we're done here. No, wait. You find something? Scratches. Scooch. Hello? Zouden hier leads zijn? Deze zijn nog steeds op zoek naar de Fireflies namelijk. Been a while since no one's been here. Unfortunately, I have to agree with you. Maar dit zijn wel overblijfselen van barakken, groepen. Er staan fucking veel bedden, dus ze zijn hier geweest. Pretty nice barracks, all things considered. Yeah, doucheplek and all this. They were here for a while. That's the shower, right? Mm-hmm. Oké, okay, best veel dingetjes gevonden. Dit was het. Hier hebben ze gekookt. Dit was echt hun desk. Oh, joh. They had power down here. Look around. Guess they've got solar. Well. Is this frequency currently in use? This is... Do you see a call sign anywhere? Oh, a what? It's a short list of numbers and letters. Fuck it. This is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? Standing by. Is anyone out there?
What's this? Those are frequencies. Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Is anyone out there? Are these other Firefly outposts? I don't know. Can anyone hear me? Hello? Is this frequency currently in use? This is Abby from Santa Barbara. Hello? Hello? Is this frequency currently in use? Hello, this is Abby from Santa Barbara. Can anyone hear me? If anyone can hear me, please reply. Please answer. Hi, Abby. We got a clear signal on you. Where in Santa Barbara are you calling from? 2425 Constance. We got a tip about a base, but there's no one here. We're looking for fireflies. I'm a firefly. Where were you stationed? I was part of the Salt Lake outpost. Who ran that facility? Dr. Jerry Anderson. He was my dad. We pulled everyone back from the satellite stations and brought them back here to home base. How many of you are there? We're about 200 strong now, with a few more every month. Owen was right. You're about to get two more. How do we find you? Get to Catalina Island. Approach the large domed building in Avalon. We'll find you. Okay. Okay. We'll see you soon. Over and out. Looking forward to it. Good luck, Abby from Santa Barbara. Over and out. Come on, let's get back to the sailboat. Deze game, jongen, geeft me echt kippenvel op de raarste momenten. Okay, fine. You were right. What was that? Why do you make me repeat whenever I'm wrong? Because it makes me feel better. And because it happens so rarely. Terug naar de zeilboot.
did you go from here? To 425 Constance. Yeah, that's gotta be it. Wat een emotionele freaking rollercoaster. Godverdomme, ik weet echt niet wat ik allemaal voel, moet denken of welke emotie ik moet voelen. Die was voor Lef. Oh god damn it, guys. Ik wilde al die tijd nog zeggen. Wie zegt mij nou dat er Fireflies aan de andere kant van de lijn zitten? Waarom is ze zo naïef, Abby? Omdat ze iedereen is kwijtgeraakt en de laatste aanwijzing had? Ik denk dat dat het is. Maar ik denk dat Abby kennis heeft gemaakt met The Rattlers. Een nieuwe verzetsgroep in Californië. Buitenwijken van Las Vegas klinkt ook tof, hoor. Je kan de geïnfecteerden vanaf hier horen. Er moeten nog duizenden leven binnen de muren. Wat een nachtmerrie, godverdamme. En toen kwam ze aan in Palmdale, Californië. Ik verschuil me in een kelder, hopende dat een horde me voorbij loopt. Ik mis je, Krieltje. Ik zit nog steeds in deze klote kelder. De batterijen van mijn zaklamp zijn bijna leeg. De duister speelt spelletjes met me. Ik zie hem steeds weer voor me. Ik ruik steeds ijzer. Ik mis Dina. Ik mis Krieltje. Wat doe ik hier? En uiteindelijk is het eruit gekomen omdat de horde werd afgeleid door een groep reizigers. Sommigen hebben het net niet gered. En twee van de lichamen waren van kinderen. Ik heb ze begraven. Kun je nagaan, is ze nog lief ook. En toen kwam ze aan in Californië, Ellie. Eindelijk de kust bereikt. Het is hier prachtig. Ik zie overal bloemen. Er hangt een zware ochtendnevel. Het lijkt alsof het leger hier nooit is geweest. Misschien was het te veel verspreid. Ik wou dat Dina dit kon zien. Ze zou helemaal flippen. Ik hou van het geluid van de golven. Daarna is ze naar de kust gegaan. Ze heeft een paar dagen geen mensen gezien. Ik heb geen intacte zeilboten. Wat als Tommy het bij het verkeerde eind had? Wat als ze hier niet meer zijn? Daar wil ik niet over nadenken. Ja, leg die maar weg, zijn molotov, niet nodig. En dan hebben we deze nog. Die goede informatie die ik had gekregen in ruil voor de vissen bleek onzin te zijn. Ondanks alle doodlopende sporen vermoed ik dat de Fireflies in Santa Barbara zijn. Gewoon ergens. Ik moet denken aan de rotopmerking die je ongetwijfeld zou maken als je me dit hoort zeggen. Hou je mond. Ik ga nog een tip in de buitenwijken natrekken. Wens ons succes. Toen ik gisteravond met Lev bij het vuur zat en de golven zag, moest ik aan jou denken. Ik vertelde hem je stomme grapje die over die oma op het skateboard. Hij moest zo hard lachen dat hij bijna stikte in zijn eten. Gelukkig heb ik hem nog nooit gezien. Zo gelukkig heb ik hem nog nooit gezien. Ik mis je. Je had dit echt een fijne plek gevonden. Er zijn geen stadjes, alleen kleine karavanen die langs de kust rijden. Iedereen zegt dat het spookt in Santa Barbara. Alsof het een soort Bermuda-driehoek is. Terwijl ik vind het er echt prachtig. Ik zag laatst een zeehond uit vlekken. Probeer je me zo vanuit het hiernamaals te bespotten? Abby. Wauw, dit is echt verdomme prachtig. Hey. Elke keer wanneer ik denk dat we het einde van deze geweldige game hebben bereikt, krijg je dit. Echt elke keer. Want we zijn nu al dusdanig lang bezig dat ik echt mezelf afvraag, maar hoe lang dan nog? En ik moet hem zometeen gewoon weer afsluiten en dan nog een keer opnieuw op opnemen klikken voor aflevering 38 of zo. Het is echt gestoord, man. En het is ook gewoon zo mooi. Ligt hier niks, hè? Ik dacht misschien zit hier nog een lijk toevallig tegen een rots of kan ik hier precies iets oppakken? Dat is niet het geval.
En hier ligt ook niks. Hier heeft de game performance issues, zie je het? Het hapert een beetje omdat ik in de branding ren. Heel apart. Het is zo'n mooie, super welkome afwisseling. Ik had het ook niet zien aankomen. Fucking mooi. En ik was er al die tijd al benieuwd naar, hè. Hoe zijn de andere gedeeltes van Amerika met die outbreak? Ja, hier heeft ze waarschijnlijk gezeten. Oh man, het is echt mooi. Dit is zo cool. Die type bomen en begroeiing ook. Je waant je meteen inderdaad in een totaal andere stijl. Last of Us. Oh, ik hoop zo dat er in een deel 3 veel meer van dit soort scenario's voorbij komen. Echt totaal andere gebieden. Misschien zelfs stukken Europa. Of in ieder geval echt andere staten van Amerika. Waar het weer inderdaad zo afwisselt. Daar kunnen ze zulke zieke dingen doen. Je ziet dat ze het hier al doen. Jongen, wat tof dit, hé. Sommige paden gaan helemaal nergens heen. Dus daarom loop ik even alle kanten op steeds. Here we go. Oh man, het is bijna of ik Uncharted 4 speel. Okay. En Ellie zei, oké. Ja, dat heb ik nou niet hoor, dat gevoel. Oh. Ik kijk mijn ogen uit. Deze shit geeft me big smile. El Biku Smilu. En dan moet je beseffen dat als ik straks deze game heb uitgespeeld, het is nu dinsdagavond de 30ste. Als ik deze game heb uitgespeeld, ga ik gewoon hierin duiken. De game is nog lang niet uit. 30 juni is het nu en de game komt 17 juli uit. Het is juni. Super veel zin in, man. Nou, zo is ze dus op de straat gekomen. Now what? Mesa Bluff. I'm here, and Santa Barbara proper is that way. Holy shoot. Oh. Ja, meteen gevaar. Thank you.
So fucking sick. We zijn nu bij dit straatnummer. Ik had echt niet verwacht dat ze deze wending zouden nemen, man. Holy shit. En wat ziet Ellie eruit als een freaking badass, hè? Holy shit, spierballetjes. Dikke wapens in haar hand. Knettergek dat ze überhaupt achter Abby is aangegaan. Maar goed, bij deze ga ik jullie bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. En we gaven één infected wel echt... vieze headshot hier. Oh, kijk die ogen. Die gozer vindt het helemaal kut dat hij... Oh. Ik vind het knap dat ze zo'n andere stijl hebben kunnen neerzetten. Dat ze echt over zijn gegaan naar... Dit is Californië en hier is het zomers. Hier staan quads, hier surfen mensen, hier is een kust. Dit is mooi. I love it, man. Oké, we lezen nog één document voor en dan ga ik hem afsluiten. Landhuisbriefje. Bekijken in verzamelvoorwerpen. Ik weet dat ik zei dat ik hier op je zou wachten, maar het is hier niet veilig. Het stikt in het bos van de Rattlers. Ik wil niet het risico lopen weer in ketens te eindigen. Ik ben op die plek waar ik je de pingponggrap heb verteld. Ik mis je lach, hopelijk ben je heel huids ontkomen. Ellie zal ook wel denken, de Rattlers, is het weer zover? Is er weer iets nieuws? Helaas wel. Wauw, in het zonnige Californië ga ik jullie bedanken. En ik ga de game zo snel mogelijk vervolgen. Ik zit nu achter elkaar op te nemen namelijk. Dus ik ga sowieso eventjes hier het gevaar misschien wegnemen voor ik de aflevering eindig. Waar zitten ze allemaal? Ik hoor ze wel, maar ik zie ze niet. Oh joh. Het zijn echt zulke grote huizen, man. Kwamen gewoon uit die freaking bosjes, die stalkers. Nugget. Ja, back to it. Thanks voor het kijken. En we gaan de game ASAP vervolgen. Tot de volgende, guys.